speciale dag. Je ziet het namelijk al achter mij staan, de 10.000 abonnees zijn bereikt. En gisteren was het moment daar en gisteren was een ontzettend bijzondere dag. Gisteren was het zondag en op het moment dat de Bitcoin-koers $10.000 aantikte, kwamen de 10.000 abonnees binnen. Dus ik ben mega blij. Ik ben helemaal een beetje van, ja, van mijn appelpoo van. Dus ik ben vandaag ontzettend verrast met allerlei confetti en mooie dingen. En ik heb deze fantastische taart gekregen. Kijk hoe schattig met Bitcoin logootjes erom. Super lief. En als je daar meer over wil zien, check dan even mijn Instagram account. Ik zal hieronder, daaronder, zal ik even een linkje plaatsen. Maar echt super leuk. Ik ben mega blij dat zoveel mensen mij zo ontzettend lang supporten. Deze anderhalf jaar lang. En ik hoop dat ik dit nog mega lang kan doen. Video's maken is echt een passie. Vertellen over macro-economie, vertellen over cryptocurrencies, over Bitcoin, over grafieken. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En ik hoop dat ik dat echt nog jaren mag blijven doen. Dus blijf me supporten. Blijf ons supporten. Dit kanaal supporten. Want we doen dit natuurlijk met een heel team. Ook al zie je dat natuurlijk niet. Ik heb iets leuks. Want ik mag namelijk iets weggeven. En niet zomaar iets. Ik ga 3 keer iets weggeven. Ik ga namelijk 3 cursussen weggeven. En dat zijn niet zomaar cursussen. Dat zijn de cursussen over technische analyse. Technische analyse en traden. Je leert in deze cursus van A tot Z hoe je op basis van technische analyse kan inspelen op cryptocurrencies, Bitcoin, maar ook aandelen, goud en zilver. Alles leer je. Dus ik ga er 3 weggeven en daar heb ik eigenlijk je hulp voor nodig. Want we zijn al een poosje bezig met een project en dat project dat loopt ontzettend goed. Maar ik heb nog een klein setje nodig. Dus ik heb een vragenlijstje gemaakt van maar liefst 15 vragen. Als je deze compleet invult, dan maak jij kans, zo simpel is het deze keer, dan maak ik kans op het winnen van deze cursus. En volgende week ga ik de 3 winnaars bekendmaken. Dus nogmaals ontzettend bedankt iedereen voor je support. Anderhalf jaar lang dit kanaal en ik hoop nog heel veel extra jaren. Goed, gaan we nu door naar het nieuws en even het kanaal. Je hebt nu het een en ander gezien, maar ik ga mezelf ondertussen even iets kleiner maken. En dan gaan we zo snel mogelijk door. Yes, daar ben ik weer. Ik moest heel even mijn muis pakken. En ondertussen is dat gelukt. Alleen, volgens mij is de batterij leeg. Dus ik ga het nu zo proberen. Mocht het scherm een beetje wiebelen, weet je hoe dat komt. Goed, die 10k is trouwens, het staat echt ontzettend leuk. Ik denk dat ik dit gewoon haal. Goed, we zijn dus op 10k uitgekomen afgelopen week en dat hadden we al verwacht. Het is ontzettend fijn. En voordat we naar het nieuws doorgaan, wil ik nog eventjes de Patreon fans bedanken. Want in het bijzonder de Patreon fans, die maken het mogelijk dat ik niet al die sponsoren hoef aan te wenden die me dagelijks berichtjes sturen over of ik even een review wil maken over hun platform, etcetera. Dus dat is ontzettend fijn. En hierdoor kan ik ervoor zorgen dat YouTube ook gewoon fijne branche om in te blijven werken en deze video's kan blijven maken. Goed, ik wilde nog even allereerst terug naar de kaart over het coronavirus, want ook deze week was het coronavirus weer onderwerp van gesprek. Het coronavirus blijft een beetje een dingetje. En aan de ene kant denk ik, ja, logisch. Besmettingsgevaar, et cetera, economie. Als je het grote plaatje bekijkt, is het best wel een interessant ding. Ik ben de hele tijd afgeleid door dat gaan achter me. Het ziet er echt super leuk uit. Ondertussen haal ik even deze dingetjes hier weg. Oké, even terug naar het coronavirus. We zien dus op deze map, die ontworpen is door Dr. John Hopkins, een overzicht van de totale populatie die besmet is geraakt met het coronavirus. Het totaal aantal mensen die zijn overleden helaas. En het aantal mensen die alweer beter zijn geworden. En wat je niet ziet, maar dat zit hier wel onder mijn hoofd, is een overview, een overzicht van de hoeveelheid mensen die ziek geworden zijn. En wat de bedoeling was in China, was dat ze mensen in quarantaine stopten. Dus je mocht een bepaald aantal dagen, moest je vast blijven zitten op een bepaalde plek, in een bepaald huis. Bijvoorbeeld 2 weken lang moest je in quarantaine. Om ervoor te zorgen dat je, om dus zeker te weten dat je niet ziek was. Dus wat ze dan deden, als je wel besmet was, dan zou binnen 2 weken duidelijk zijn dat je besmet was. Want volgens mij was de incubatietijd 11 dagen, als ik me niet vergis. Dus dat zou je dan moeten merken. En we zien nu pas dat die quarantaine wellicht wat effect heeft. Want hier zien we dat de stijging van het nieuwe aantal ziektegevallen wat afneemt. Dus laten we hopen dat
ja, de goede kant op gaat. En je vergist je soms in hoeveel effect zo'n virus als zijnde bijvoorbeeld Black Swan zou kunnen hebben. Black Swan is een term wat bijvoorbeeld gebruikt werd bij 9-11. 9-11 was een Black Swan, zoals ze dat noemden. Dit zorgde voor enorm veel paniek op de beurs, et cetera, et cetera. Maar dat was echt in kwestie van enkele uren, dagen. En het coronavirus is natuurlijk iets groter, maar zou je ook als Black Swan kunnen zien. En een van de meest logische dingen is natuurlijk de impact van zo'n coronavirus op luchtvaartmaatschappijen. Dat is iets wat je jezelf best wel kan indenken, want er vliegen minder vliegtuigen naar China toe. En KLM heeft dus alle vluchten geannuleerd tot een bepaalde dag. En nu zegt dus ook zelf de CEO, Peter Elbers, die zegt zelf, wij gaan ervan uit dat bij het publiceren van de cijfers over januari, de impact hiervan duidelijk zichtbaar zal zijn. Dus dat betekent minder mensen die ze vervoeren, minder vluchten die ze maken en dus minder omzet en wellicht minder winst. En dat resulteert dus ook weer in een lagere beurskoers voor Air France KLM. Vanaf het moment dat het coronavirus eigenlijk haar intrede deed, dus rond december, is eigenlijk de beurskoers van KLM alleen nog maar verder omlaag gegaan. Ja, wat dus opvalt is dat we zien dat die beurskoers dus eigenlijk hier al vanaf december, vanaf het moment dat het coronavirus dus haar intrede deed, dat de koers naar beneden gaat en steeds verder naar beneden gaat. En hoe meer aankondigingen KLM doet over dat ze niet op China vliegen, hoe heftiger dat natuurlijk wordt. Maar er zijn ook industrieën waarvan je niet realiseert dat ze direct hier gevolgen van ondervinden. En een van die industrieën is de auto-industrie. En we hadden het er met Mark van der Scheidt over, die noemde bijvoorbeeld Apple als voorbeeld. Apple die publiceert, of die produceert moet ik zeggen, die produceert iPads bijvoorbeeld, of iPhones. En die worden gemaakt in fabrieken in China, onder andere in China. En op het moment, moet je even logisch nadenken hoe dat gaat, op het moment dat er zo'n ziekte uitbreekt, dan moeten de werknemers dus ook in quarantaine. Dus dat betekent dat die niet naar hun werk kunnen, heel simpel gezegd. Dus dat betekent dat de producten niet worden gemaakt, dat de chips niet leverbaar zijn, dat er geen vervoer plaatsvindt tussen steden. En hier ondervinden dus ook de autofabrikanten nu pech van, hinder van. Dat betekent dus minder winst, minder vraag naar nieuwe producten, minder personeel, et cetera, et cetera. Dus hierdoor kan de economie in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Wat ze ook wel de slowing down economy noemen. Slowing down economy. Economy that's slowing down. Zo. Moeilijk. Maar goed, Hyundai heeft al aangegeven dat ze niet genoeg productiecapaciteit hebben, niet genoeg middelen hebben om hun auto's te maken. En dan heb je natuurlijk echt wel een probleem als bedrijf zijnde. Niet alleen als bedrijf, de hele economie wordt hierdoor beïnvloed. En dat realiseer je soms niet. Dus zoiets kleins, tussen aanhalingstekens, ik bedoel dit niet vervelend, maar zoiets kleins, kan dus een mega, mega, mega groot impact hebben, invloed hebben op alles wat er om ons heen gebeurt. Alles, alle goederen die binnenkomen, op alle producten die wij bestellen. En dat besef je misschien niet helemaal, maar dat is wel het geval. Dus op het moment dat die quarantaine weer opgeheven wordt, wordt het dus veel makkelijker om die producten weer te verschepen. We zien bijvoorbeeld dat olie heel erg goedkoop wordt. En hoe meer vraag er weer is naar nieuwe producten, et cetera, hoe hoger die spiraal weer opwaarts kan treden. Maar nu zitten we dus in een neerwaartse spiraal, helaas. Goed, als we kijken naar de andere neerwaartse spiraal die we momenteel zien, is het over de S&P 500. We hebben gezien dat die het ontzettend goed doet afgelopen week. En er wordt gesproken over een correlatie tussen de Fed, de rate cuts van de Fed en de stijging / daling van de S&P 500. Wat natuurlijk heel erg logisch is. Er wordt ontkend door de Federal Reserve, de centrale bank, dat zij ook maar van enige invloed zijn, of dat ze maar enige invloed hebben op de beurskoersen. Maar ondanks dat heb ik toch een echte andere gedachte. En ze hebben natuurlijk een dubbele agenda, dat is logisch. Maar ze hebben hier gewoon invloed op. En dit was eigenlijk ook wat Klaas Knot enkele weken geleden al vertelde. 2 weken geleden heb ik een video gemaakt met de titel Dit kan toch niet waar zijn of dit kan niet zo zijn. En dat ging over de huizenmarkt. En Klaas Knot is dat bij Buitenhof en die vertelt dus gewoon letterlijk, ja, we hebben eigenlijk geen idee wat de Europese Centrale Bank aan het doen is. We hebben eigenlijk geen idee hoe of dit nog wel klopt, want de boekjes die blijken dus blijkbaar niet te werken. Dus dat was ontzettend, ontzettend pijnlijk. En
ja, we zien hier dus eigenlijk een uitvergrote versie van wat er gebeurt bij de vet. De vet die heeft dus blijkbaar bepaalde invloeden en ja, dat komt dus niet helemaal goed. Ja, heel erg kort door de bocht. Ze hebben blijkbaar ook niet echt een idee wat ze aan het doen zijn of ze willen dit juist deze kant op duwen. Maar waarom ze dat dan zouden willen, geen idee. En dat is ook niet wat ik zag bij Klaas Knot, was meer zoiets van... We hebben eigenlijk geen idee en we moeten maar gewoon kijken of we een betere oplossing kunnen vinden. Maar die hebben we nog niet. Dus wellicht dat de Federal Reserve ook ja, vanuit die kant de boel bekijkt. Maar goed, zij doen nog geen openheid van zaken. Dat zal later komen. Oké, volgende nieuws. Dit is best wel belangrijk nieuws. Er zijn een aantal scammers bezig momenteel. En ja, dit is vooral interessant als je wellicht een eigen content website hebt. Er zijn mensen bezig die zeggen dat ze editor zijn bij CoinDesk. Die zeggen dat ze wel stukjes willen gaan schrijven. Die schrijven zelfs facturen uit, vervalste ID's. En ze zeggen, ik kan wel een stukje voor je schrijven op CoinDesk. En ik kan jouw bedrijf er wel positief uit laten komen. Nou, dat is dus iets wat best wel vervelend is. Ze gebruiken zelfs crypto accounts. Wat ik altijd zou aanraden als je iemand vraagt in deze branche om een stukje te schrijven of iets dergelijks. Betaal altijd gewoon netjes in dollars of in euro's. En het klinkt misschien heel cru, maar het is wel zo dat op het moment dat er tokens bij gepaard gaan, dat het best lastig is om diegene te traceren op het moment dat het niet helemaal klopt. Dus hou dat even in je achterhoofd. Er zijn dus nu mensen bezig met deze manier van scammen. Yes, er is nog meer nieuws en een van deze nieuwtjes gaat over de centrale bank van Japan. Er wordt gesproken over een eventuele central bank digital currency. Again, hoe kan het ook anders? Bijna alle centrale banken zijn momenteel bezig met de central bank digital currency. Of doen er onderzoek naar. Dus het is ontzettend interessant wat de voordelen zijn van die central bank digital currency. Geen idee. Be my guest als jij enig idee hebt wat een voordeel kan zijn van zo'n central bank digital currency. Laat het dan hieronder even in de reacties weten. Bij mijn weten zijn de meeste, of is het geld gewoon in Japan relatief digitaal? Maar het kan zijn dat ze daar nog behoorlijk achterlopen. Dat dacht ik niet, maar goed. Het kan zo zijn. En we zien dus steeds meer centrale banken, bijna alle centrale banken momenteel, allemaal richting zo'n central bank digital currency gaan. De enige die ik nog niet gezien heb aan die richting, waarvan ik wel verwacht dat we die nog gaan zien, is de Central Bank van Amerika. En dat wordt natuurlijk grootst aangekondigd als ze dat zouden doen. Maar het is nu natuurlijk ook spannend aangezien de verkiezingen eraan komen. Goed, voldoende hierover. Ik heb nog een ander leuk nieuwsje gevonden. Deze staat op Cointelegram. Als je het leuk vindt om te lezen, check het eventjes. Het gaat over de meest actieve en impactvolle ja, bedrijven momenteel in 2019 en 2020. Gemini staat ertussen, Maker staat ertussen, Tron, Ethereum, RSK, Rootstock, Bact staat ertussen. Dus als je het interessant vindt, check even dit linkje. Ik ga hem hieronder even in de omschrijving neerzetten. Ik ga het niet allemaal voor je opzommen, maar het is heel erg leuk om te zien wat voor bedrijven hier tussen zitten en waarom ze... Oh, en waarom ze zo druk bezig zijn hiermee. Dus ik zet het linkje onder. Goed, nog meer nieuws. Er wordt behoorlijk wat gesproken over ja, anti-money laundering. We hebben het best wel veel gezien. Veel gezien. We hebben er in Europa enorm veel van gemerkt. Dus een nieuwe wetgeving zelfs in Europa. Daar kom ik zo nog even op terug. En het interessante is dat... We zien dat het in Amerika ook het geval is. De Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN wordt het ook wel genoemd, die is bezig om de ja, cryptocurrency sector wat meer in de gaten te houden. En dan gaat het voornamelijk over anti-money laundering. En heeft dus te maken met witwassen. En er wordt er dus voornamelijk gekeken naar specifieke crypto projecten. En ja, social media is een van de platformen die ze daar... voor leegspitten of uitspitten om te zien hoe dat precies gegaan is. Dus Vincent is ook druk bezig met anti-money laundering. Daarnaast is er nog iets anders leuks. Coinbase die doet namelijk een mededeling over Bitcoin. Bitcoin zou namelijk over 93 dagen ontzettend veel meer waarde hebben, digitaal of richting de digitale goud gaan, dan dat het momenteel is.
dat het momenteel heeft. En dat heeft dus te maken met de schaarste, et cetera, et cetera. Ik zet ook een linkje hiervan erbij. Mocht je nou nog niet zoveel weten over de halving, de aanstaande halving. Mocht je nog niet zoveel weten over wat er precies gebeurt. En over het verhaal van Plan B, wat gaat over schaarste natuurlijk. Check dan eventjes deze link, die komt hieronder. Goed, er is nog meer nieuws. We hadden het net over FinCEN, de Amerikaanse criminele inlichtingendienst. En we zien nu dat er behoorlijk wat issues zijn omtrent de AMLD5-richtlijn. En die AMLD5-richtlijn, dat is een uitwerking op de richtlijn wat de Europese richtlijn is. En deze... Siri aan. En deze Europese richtlijn is ontzettend interessant, want dit is een Europese richtlijn wat ook wel Anti-Money Laundering Directive wordt genoemd. En het interessante is hieraan dat we hebben gezien dat Germany, dus Duitsland, hier een totaal andere rol inneemt dan Amerika, dan Nederland. Nederland die heeft gekozen voor een heel erg strikt beleid omtrent die AMLD5. Hier moeten bepaalde bedrijven een vergunningsplicht. Eigenlijk is het een registratie. Ja, op papier staat dat het een registratieplicht is. Maar je zou gewoon kunnen zeggen dat het een vergunningsplicht is. Ook al vindt de minister dat niet. Daar is nog heel veel over gesteggeld. Moet door de Eerste Kamer heen komen. En wat we zien in Duitsland is dat ze daar compleet tegenovergestelde doen. Duitsland zegt eigenlijk, kom maar hier. Alle partijen die in Europa zitten. Wij willen het punt in Europa worden waar alle startups, crypto-startups naartoe moeten komen. En dat is wel interessant, want er zijn maar liefst 40 banken geweest in Duitsland die een licentie hebben aangevraagd of hebben gezegd dat ze interesse hebben in een licentie om cryptocurrencies te kopen en te verkopen en te bewaren. In Duitsland mogen namelijk banken vanaf 1 januari cryptocurrencies kopen, houden en verkopen, omdat dit onder digital assets valt. En digital assets, daar gelden dezelfde regels voor als voor aandelen, voor ETF's, voor obligaties. Dus eigenlijk wordt het gewoon een extra product wat toegevoegd wordt aan de mogelijkheden die banken momenteel hebben om producten te verkopen. Dus ik ben heel erg benieuwd wanneer de eerste lening in Bitcoin straks uitgegeven wordt. Want dat is natuurlijk waar banken het meeste geld aan verdienen. Niet zozeer aan het houden van geld op de spaarrekening, et cetera, et cetera. En dit wordt wel heel erg interessant, want ik zat er vannacht even over na te denken. Op het moment dat je dus een bankrekening hebt, dan kun je dus straks gaan beleggen. Je hebt natuurlijk een beleggingsrekening of vermogensbeheerrekening. Maar je kunt dan straks ook een bitcoin of cryptocurrency rekening aanhouden. Dus dat noemen ze dan de digital asset rekening. En het grappige is dat tokens er dus ook onder vallen. Maar wat ik me kan indenken, als die bank nou zegt, ja, we moeten een negatieve rente gaan rekenen, dan zul je zien dat er een hele grote stroom gaat richting cryptocurrencymarkt, richting beleggen, aandelen, et cetera, et cetera. Misschien is er dan wel een plunge van de aandelenmarkt geweest, dat weten we niet. Maar daarmee zorg je het eigenlijk voor dat je het mensen heel makkelijk maakt om dat gewoon dat reguliere systeem uit te vluchten. Dus ik vind het nogal een move van Duitsland dat ze dit maken. En wel ontzettend interessant. En natuurlijk gaan Duitse banken hierop in, want zij gaan in op markten waar je geld in kan verdienen. En crypto is natuurlijk een markt waar ontzettend veel geld in verdiend kan worden en wat nog ontzettend veel potentie heeft, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar ja, snijden ze zichzelf hier niet mee in de vingers? Laat me dat ook vooral eventjes weten wat jij ervan vindt. Ik vind het namelijk een best wel discutabel punt. Een bank die gewoon zijn eigen businessmodel hierdoor afbreekt, om het zo maar te zeggen. Goed, laat me weten wat je hiervan vindt. Ben ik benieuwd naar. Voordat we doorgaan naar de technische analyse, wil ik nog even één ding kwijt. En dat gaat over Greg Wright. Greg Wright die zit namelijk momenteel midden in een rechtszaak. Ga ik even niet te diep in, maar Greg Wright wordt ook wel fake Toshi genoemd. Hij claimt dat hij Satoshi zou zijn, dit is hem. En Tuur de Meester noemde hem een week of 3 geleden in onze CryptoCast, in de podcast. Je kan hem trouwens ook hier op YouTube vinden als video, @CryptoCastNL of CryptoCastNL. Tuur de Meester die zei dat Greg Wright een pathologisch leugenaar is. Hij claimt namelijk Satoshi te zijn, dat is hij niet, allemaal onzin over en weer. En wat leuk is om te weten, eigenlijk besteed ik hier niet zo heel veel aandacht aan, maar Greg Wright die werd voor het gerecht gesteld omdat er een zaak was omtrent de Tulip Trust. Even heel kort uitgelegd, Kleinman en Wright werkten vroeger samen, ze hadden samen een trust. Daar hebben ze ooit bitcoins opgeslagen naar verluidt 1,1 miljoen bitcoins. Kleinmans familie, Kleinman is inmiddels overleden, maar Kleinmans familie claimt nu de helft van die funds die daarop staan, 1,1 miljoen.
bitcoins. Dus het is een miljardenkwestie. En de helft daarvan zou Wright, als het klopt, over moeten maken naar familie Kleinman. En Wright heeft ontzettend veel documenten aangeleverd. Volgens mij waren het 60.000 papieren, pagina's. Die de rechter allemaal moest doorspitten, waarbij die zei, nou, dit zijn de wallets, dit zijn de adressen. En toen waren er mensen op Twitter die zeiden, hé, maar dat is mijn adres, dat kan helemaal niet. Uiteindelijk was de koerier van Greg Wright degene die de wachtwoorden voor die 1,1 miljoen bitcoins zou gaan leveren. En die koerier was gekomen, daardoor stormde de prijs van de Bitcoin Fork ontzettend hard omhoog. En wat we dus zagen daarna, was dat Greg Wright dus aangaf, ja, de koerier is er, dus ik ga spoedig meer informatie vrijgeven. Volgens mij staat het ook hier. Ja, de koerier is er inderdaad. En wat nu interessant is om te weten, is dat hij zegt dat de koerier een lawyer, een advocaat is. Dus dat het een vertrouwenskwestie is. Dus dat hij er niks over mag zeggen, ja. Ik vind dit een heel, 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 heel vreemd verhaal. Laten we er maar snel over ophouden. We gaan door naar de koers van Bitcoin. En ik pak hem er eventjes bij op de daggrafiek. En dit is toch wel echt prachtig. Ik ga mezelf eventjes wat kleiner maken ondertussen als het lukt. Zonder dat ik mezelf wegklik. Ja, het is gelukt. Je ziet hier heel veel lijntjes. Dat komt omdat ik best wel wat met horizontals aan de gang ben geweest. Ik kan hier heel veel van weghalen. Mocht je dat zelf eventjes willen zien, check dan eventjes mijn laatste column op ix.nl. Daar kun je een wat cleanere grafiek vinden. Ik werk heel graag met horizontals. Die doen het gewoon heel erg goed. Maar eventjes voor je beeldvorming. We hadden dus een neerwaartse trend. Bitcoin is opwaarts uitgebroken. Zit nu in een soort van rising wedge-achtige constructie. Hier zou je een lijn overheen kunnen tekenen. Over deze toppen heen. En nu is eventjes de vraag. Wat is er? Wat gaat er nu gebeuren? Kunnen we al iets opmaken uit wat we momenteel zien? Momenteel zien we dus hier deze uitbraak. Prachtige retest, dat is eigenlijk precies volgens het boekje. We hadden een negatieve divergentie, hier al. Hier speelde die uit, klapte die naar beneden. Hadden we weer positieve divergentie, dit was een buy. Hier hadden we weer een verkoop, negatieve divergentie. Niet opgepakt, maar wel weer op deze prachtige supportlijn hier teruggevallen. Deze lijn lag er toen overigens nog niet, maar hier lag de buy terug, omdat dit de vorige top was. We hebben dus precies deze als mega low gehit. Dus we hebben nu deze lijn hier getekend. Dit is een heel erg sterk punt. En nu renden we eigenlijk weer omhoog in een iets versnelde trend, net als hier. En dan is het eigenlijk logisch dat je even terugklapt of even zijwaarts gaat. En deze kunnen we eigenlijk nog wel wat verder tekenen. Dit is nu de belangrijkste lijn. We hadden trouwens ook negatieve divergentie. Dit was het verkooppunt. Nou, eigenlijk magnifiek. Echt prachtig, prachtig getimed. En wat nu de vraag is, komen we nu onder deze zwarte lijn of niet? Nou, voorlopig nog niet. Naar verwachting zullen we hier wel een beetje gaan steggelen voordat we weer omhoog kunnen. Maar dit is eigenlijk hartstikke normaal. Er waren gelijk mensen in paniek en die zeiden, ja, maar de koers is nu onder de 10.000. Dat boeit eigenlijk geen ene hol, om heel eerlijk te zijn. Die 10.000 is echt een psychologisch steunweerstandsniveau. Ik kan hier nu aan de bovenkant nog even een lijntje tekenen. Zo. Het is echt een psychologische grens. En we hebben hier, nou, op 10.30 hebben we wel een soort van steunlijntje hangen. Maar het was niet meer dan een psychologische grens. En als je daaronder komt, helemaal niet erg. Geen man overboord, niet raar, niet vreemd. Je hoeft niet te panikeren. Wat we zien is dat hier weer een soort van bodem wordt gevormd momenteel. Dus nou, we hebben nu dit punt als eerste inkoop, koopmoment weer terug. En dus dat is vlak boven de 10k. En onder de 10k zitten we hier rond de 9844. Zou de koers in theorie nog onder kunnen? Belangrijk is wel dat hij deze zwarte lijn aanhoudt. Anders is het op de korte termijn, dus op de 4 uur grafiek, een verkoop. Op de lange termijn nog zeker niet. Dan zouden we pas een verkoop zitten als we onder de 8590 komen. Echt op de lange termijn, want daar zijn we ingestapt op deze uitbraak. Dus nou, je zou hem iets hoger nog mee kunnen pakken, 9000 ongeveer. Dat zal dan je verkoop opnieuw zijn. Maar dit is echt niet raar. Het kan best zijn dat we hier ook nog onder komen. Dat we deze steun nog een keer testen. Hartstikke normaal. Goed. Even kijken nog terug naar de daggrafiek. Zien we wat raars in het volume. Nou, we zien een heel klein beetje het volume aflopen. Moeten we even in de gaten houden. Want doorgaans moet het volume de trend bevestigen. Dus dat betekent als de koers opgaat, dan moet het volume ook opgaan.
We hadden hier nog geen negatieve divergentie. Moeten we wel even op letten als de koers nu nog hoger tikt en deze RSI wordt lager. Dus de top op de RSI wordt lager. Hebben we wat kortzondige negatieve divergentie? Hebben we momenteel nog niet. Hadden we hier wel en hier ook. Hebben we een poosje gehad. Nou, 2 keer, 3 keer zelfs. En de koers is toch nog gerend van 5.000 naar 13.000. Dus hou dat even in je achterhoofd. Vorig jaar hebben we een behoorlijke rally gehad in 2019. Vanaf februari 2019 is de koers eigenlijk van 3.000 bijna direct naar 13.000 gerend tot aan juni. We hebben natuurlijk die halving die eind mei op de planning staat. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wat we wel zien is dat deze spikes best wel snelle spikes waren op korte termijn. En dit is een veel degelijkere trend. Hij gaat vrij rustig omhoog. Op een mooie manier. Niet zo hakkerig als dat we hier zagen. Het ging toen ook gepaard met hoge volumeslagen. Zien we nu niet echt. Dus dat is toch net even iets anders. Maar als het volume nu langzaamaan ietsje oploopt, dan is er eigenlijk geen man overboord. En ziet het er prachtig uit. Voor nu houden we dus even mooi deze steunlijn rond de 9800. Nou, ik zei niet 44. Ietsje eronder 9840. En aan de bovenkant de 10.033. Als we daar weer boven komen, is het weer een definite buy. Dus dit was het voor vandaag. Ik hoop dat je de video leuk vond. Ik hoop dat je de technische analyse leuk vond. Als je vragen of opmerkingen of suggesties hebt, deponeer die hieronder. En ik hoop je natuurlijk gauw weer te zien. Vergeet ook niet om even te reageren over de Duitse bank. Wat jij er nou van vindt, wat je van het beleid vindt. En ik hoop je natuurlijk snel weer te zien bij een nieuwe video. En vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En je duim omhoog te doen. Dankjewel voor de 10.000 abonnees nogmaals. Ik hoop dit nog minstens 1,5 jaar lang of misschien wel 5 of 10 jaar lang te kunnen blijven doen. Zolang dit platform hier is om dit mogelijk te maken. En thanks. Tot volgende week. Tot snel. Doei doei!